Vandaag zijn we hier bij Buurthuis in Zuilen en hier vandaag wordt er een reanimatiecursus gegeven over het reanimeren als iemand een hartstilstand krijgt. Ik ben Adi Hoijtink van de Kracht van Zuilen en we zijn hier in Buurthuis Zuilen voor een training reanimeren. Die mogen we weggeven met geld van het initiatievenfonds aan 32 Zuilenaren. En het past bij een project dat we hebben gedaan waarbij we 9 nieuwe AED-apparaten in de wijk hebben opgehangen. Op alle plekken waar ze nog niet waren. Waardoor heel Zuilen nu een dekkend netwerk heeft van reanimatieapparaten. Dus dat betekent dat als iemand een hartstilstand krijgt ergens in de wijk, dat er altijd op minimaal of op maximaal 5 minuten afstand een reanimatieapparaat te vinden is voor een burgerhulpverlener. Het project bestaat nu 2 jaar. We hebben het recent afgerond. Er zijn in totaal 56 AED's in de binnenstad van Utrecht en de wijken eromheen geplaatst. Door de burgers, voor de burgers, met AED's. Deze AED's zijn connected. 24/7 kunnen we ze uitlezen en krijgen we status-updates als die wordt ingezet. Of als er iets mee aan de hand is, dan zijn wij direct te plaatsen, want we zijn ook direct op de hoogte. Dus wij zijn er ook heel blij mee dat zeker in Zuilen 9 apparaten erbij zijn gekomen, wat echt veel is voor een wijk, om het nog hartveiliger te maken. En daarom ook vandaag als afsluiting de cursus hier in Zuilen, waarin ook nog mensen opgeleid worden tot burgerhulpverlener, zodat ze ook de apparaten kunnen gaan gebruiken. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen in de wijk elkaar kunnen helpen als er iets gebeurt. Je bent toch degene die het eerst in de buurt is, dus op die manier kunnen we misschien wat mensen helpen en levens redden. Ik zou het iedereen aan kunnen raden om zo'n cursus te volgen. Al is het maar om in je eigen huis en eigen omgeving te weten wat je moet doen. Al zijn het maar de eerste stappen die je kan doen. Heeft u zelf al eens een situatie meegemaakt waar een reanimatie van pas moest komen? Nee, gelukkig nog nooit. En ik moet eerlijk zeggen, ik hoop eigenlijk ook dat dat zo blijft. Nou, ik vind het wel heel belangrijk, omdat ik dit heel graag wil leren. Omdat je wel heel vaak mensen ziet die bijvoorbeeld hartklachten hebben en die dit meemaken. Ja, en dan wil ik het sowieso gaan leren hoe je mensen moet reanimeren. Hoe meer mensen dit leren, hoe beter. Want zo kun je meer mensen levens redden, zeg maar, zodat meer mensen het overleven. Heb je ooit eens in een situatie gezeten waar een reanimatie van pas moest komen? Ik heb het wel, toen ik klein was, wel eens meegemaakt. Maar zeg maar, niet dat ik het zeg maar, zelf heb geholpen, maar ik heb het wel zelf meegemaakt, zeg maar, dat iemand inzakte in de bus. En daar schrok ik toen behoorlijk wel van.